Wat voor werk vindt hier plaats? Wij zijn hier bezig met een oeverbescherming ter hoogte van het plaatsje Meers. En waarom moet dat gebeuren? Dit moet gebeuren omdat de oude glooiing niet meer voldoende verdedigd, zeg maar zeggen. En wat voor soort ingrepen moeten jullie hier dan gaan doen? Wij herprofileren de oude glooiing, halen oude stenen eruit en we brengen een nieuwe glooiing aan. En met wat voor soort materiaal moet je dat dan doen? We breken eerst de oude glooiing uit, daarna herprofileren we het talud. Dan brengen we geotextiel aan. Na het aanbrengen van het geotextiel brengen we een filterlaag genoemd silex aan. En op de silex worden grove breukstenen aangebracht. En na het aanbrengen van de breukstenen worden deze nog gestippeld middels beton. Om de oeverbescherming voldoende sterk te maken. Ja, we zitten hier bij de Maas. Heeft dat een snelle stroming? Zoals u nu ziet niet, maar als het hoog water is en er gaat zo'n beetje een dikke 2000 kub per seconde door, dan is de stroming zeer hoog. En moeten jullie dan ook maatregelen treffen voordat je zo aan die oever begint? Moet je dan iets met die bodem doen van de Maas? Ja, we hebben nu hoogwaterregime en we zitten met stuwbeheer. Hè? Dus het kan op zich niet fout gaan, want de stuw en de waterkrachtcentrale Liekse helpen ons bij het water nu laag te houden middels, of voor de ingrepen, zou ik maar zeggen. Ja, dat gaat door middel van een regulering van het water? Ja, het water wordt nu dus omgeleid via het kanaal, Albertkanaal en het Julianakanaal. Zodat wij voldoende laag water hebben om het werk uit te kunnen voeren. Je had het over de oevers, maar gebeurt er nou ook nog iets met de bodem van de Maas? De bodem wordt ook opnieuw geprofileerd of verdedigd, zou ik maar zeggen. En daar doet de Vlaamse aannemer brengt een bodembescherming aan. En dat bestaat uit een tapijt van 80 centimeter dikke breukstenen over de gehele ondergrond. En op welke diepte zit het dan? Dat varieert. De oude Maasbodem wordt afgetast, zo nodig uitgevlakt. En daarop wordt een tapijt van breukstenen aangebracht. En hoe doen ze dat? Gaat het met een pijlstok of zo? Dat wordt uitgevoerd door breukstenen in het water te kiepen, dammen erin te kiepen. En die dammen worden met een kraan uiteengezet, zodat er een tapijt ontstaat. En op welke manier weten ze dan precies welke hoogte ze moeten aanhouden? En dat geldt eigenlijk ook voor je oevers? De hoogte en de besturing en de tekening die we moeten maken wordt middels GPS-besturing kenbaar gemaakt. Dus de machinisten zien op het scherm via satellieten wat de situatie moet worden. Dus je bedoelt daarmee alles wordt van tevoren eigenlijk ingebracht? Ja, binnen wordt een model gemaakt, een tekening gemaakt. En die wordt dan omgezet naar een kraanmodel. En zo weet de machine wat de tekening of wat de situatie moet worden. Dus die mannen kunnen eigenlijk aan één stuk dan doorwerken? Die hoeven dat niet tussentijds te meten of te peilen? Nee. Ter controle wordt er wel gemeten middels een landmeter. Maar verder wordt alles gewoon via de GPS-besturing die op de kraan aanwezig is uitgevoerd. Je had het over dat steen, de breuksteen, de silex. Hoe komt dat hier? De stenen worden aangevoerd via schepen, via het Julianakanaal. Die we zelf lossen en dan met dumpers in het werk inbrengen. En wat voor soort schepen zijn dat? Het zijn duwbakken. En waar komen die vandaan? Die komen uit de Ardennen. Ja, dus al dat steen wat we hier zien, komt uit de Ardennen? Ja, alleen het filtermateriaal, silex, dat is een afvalproduct van het beton. Dat komt van de Ensie af. Je zei, we staan hier bij Meers, dus dat is bij de grensovergang bij België. Wat gebeurt er eigenlijk onder de brug van de snelweg? Onder de brug van de snelweg wordt ook een tapijt met breukstenen aangebracht, zodat daar de bodem niet verder uit kan schuren. Zodat de pijlers altijd beschermd blijven en dat de A76 nooit niet zou kunnen verzakken. Rijkswaterstaat heeft die opdracht gegeven. Samen met de Belgen werken jullie hier. Het is een soort samenwerkingsverband, moet ik het zo zien? Is het een groter plan? Het is eigenlijk een onderdeel van het Maaswerkenproject. De Maas wordt op diverse plaatsen ingegrepen, krijgt de Maas meer ruimte door bochtverbredingen, oeverbeschermingen. En zo wordt de Maas vanaf hier tot Roosteren op diverse plaatsen wat extra beschermd. En waarvoor is dat nodig? Ter bescherming van de bewoners, hè. Was het hier in het verleden dan zo dat er veel overstromingen waren? In 93 en 95 heeft Meers wel vol water gestaan, tenminste heb ik begrepen. Dit hele project, wat gaat het ongeveer kosten? Ik denk dat het zo'n beetje 6 miljoen kost.
dit project dan. Maar alle maaswerken bijeen, zou ik niet durven zeggen. Waarom hebben ze eigenlijk voor jullie Liebrechts uit Middelweers gekozen? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het aanbrengen en maken van dijken en glooiingen. En wij dat we op meerdere plaatsen in Nederland uitvoeren, zoals Zeeland. Daar doen we ook op diverse plaatsen wat zeeweringen versterken. Jullie hebben in het verleden ook al aan de Maas gewerkt? Ja, ik heb hiervoor een werk gemaakt in België, voor de Belgische aannemer. En daar hebben we ook een binnenbocht ontgraven, zal ik maar zeggen, om de Maas wat meer ruimte te creëren. Het is bekend terrein voor jullie? Het is hier bekend terrein, ja. En wanneer denk je dat het klaar is? Dit werk zal zo'n beetje week 43, zal zo'n beetje eind oktober klaar zijn. En daarna ga ik door naar Itteren. Wat gaat daar dan gebeuren? Dan gaan we eigenlijk hetzelfde doen als hier. Gaan we ook een nieuwe glooiingsconstructie aanbrengen. Nou, dan dank ik je hartelijk voor het gesprek.